Goedemorgen, vandaag is maandag, tweede paasdag. En we hebben gisteren paaseieren getekend en paashaas en zo. Maar eigenlijk vieren we ook de opstanding van Jezus. Dat hij de dood had overwonnen. En de Joden, die vieren eigenlijk weer de uittocht uit Egypte. Met Pasen, nog voordat Christus werd geboren. En waarom wij paaseieren eten, dat is omdat wij het weer hebben vertaald naar het lentefeest. De Germaanse lentefeesten. Vandaar dat wij paaseieren eten. Nou, die hebben we gisteren al getekend. Laten we vandaag eens die opstanding tekenen van Christus. Doe je mee? Ja, vandaag is het paasmaandag. Dus eigenlijk tweede paasdag. Nou ja, ik zit echt al vol van de eieren. Dus voor mij vandaag maar één ei in plaats van vijf of zes. Maar paasmaandag, wat vieren we natuurlijk nog meer bij Pasen, is eigenlijk de opstanding van Christus. En hoe kunnen we dat het beste afbeelden? Nou ja, dat is eigenlijk die grafgrot waar die steen voor weg is gerold. Hè? Dus als ik dan nou... Wacht, ik doe gewoon zo... We gaan dat eens tekenen. Zo. En dan hebben we hier het gat, zeg maar, in de grot. Dan kleuren dat gewoon zwart in. Dat is natuurlijk een graf, dus het is donker van binnen. Daar brandt geen licht binnen. Nou, dat was natuurlijk een grafrots. En daar zullen misschien wat bomen hebben gestaan. Hier ook wat gras voor die rots. Hierachter staan wat bomen misschien, zo. Ik geloof dat je het park waar die grafgrotten zijn nog steeds kan bezoeken in Jeruzalem. Dit is dan die rot, zeg maar. Kijk, we doen naar boven weer eventjes die meeuwen of die vogels. En dan hebben we zo mooi het pad naar die grafrots toe. En de grafrots, nou ja, je ziet het. Je kan het vrij snel, is dat weer te tekenen. En je mag dit gewoon natekenen. Het is, er zit helemaal geen patent op deze tekeningen. Ik teken dit hier nu en je mag het ook gewoon gebruiken. Dus mocht jij een zondagschool hebben of zo en je wil dit gebruiken. Misschien voor volgend jaar. Misschien ben je nu te laat. Maar goed. Dit mag gewoon gebruikt worden van mij. Ik wens jullie een fijne tweede paasdag. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.